Goedemorgen. Hallo Sabine. Nou, we zijn er weer. Welkom, welkom. Ik ga vandaag Vietnamese lumpia's maken. Oh. En dit doe ik op een andere manier dan dat je zou denken. Want in Nederland worden ze vaak met groenten gemaakt. Ja. Maar ik heb deze geleerd van een Vietnamese vriendin van mij. Toen ik in Thailand woonde, zat ik met haar Thaise les. Sorry. Ja, ja. En toen gingen we vaak samen eten. En toen maakte zij vaak Vietnamese lumpia's. Okay. En dat wordt dus heel anders gegeten in Vietnam dan in Nederland. En dat wordt vaak gedaan met glasnoedels ernaast en allemaal bladeren eigenlijk. En ik vind bosui komt het meeste in de buurt van hoe zij het eten. Ja. Dus ik gebruik ook bosui. Ja, en wat nog meer? Want ik zie hier, wat heb je hier allemaal liggen? Het is eigenlijk heel erg simpel, want in deze lumpia's gaan maar een paar ingrediënten. Dat is kip, ja. Gember, knoflook en vijf kruidenpoeders, Chinese vijf kruidenpoeder. Ja, en is dat, wat heb je met die kip gedaan? Want ik zie die kip die heb ik gepocheerd. Oh, en hoe moet dat? Dat heb ik in dit pannetje gedaan, dan zet je pannetje. Ja, er zit nu iets anders in, dat ga ik jullie zo ja. Maar het pannetje zet je met water op het vuur en het laat je net niet koken. Ja? De kip die gaat daar 10 minuutjes in en als het 10 minuutjes in heeft gezeten, dan zet je het vuur uit. Blijft er nog eventjes 10 minuten in het water en dan giet je hem af. Okay. Ik giet hem niet helemaal af, want ik hou wat kookvocht over voor de bouillon. Aha, want, bouillon tussen haakjes? Waarom is het tussen haakjes maar bouillon? Het is niet echt een bouillon, want er gaat niet echt veel groente in. Je kan er wel wat aan toevoegen. Ja? Zoals een bosuitje doe ik er straks ook in. Ja? Maar er gaat visolie in, een beetje sojasaus, gember en knoflook. Zo doe ik er ook in. Oké, lekker. Die ga ik er nu even in doen. Hey, en die kip nog even, is dat kipfilet of kippendij? Wat heb je daarvoor gebruikt? Ik heb vandaag kippendij gebruikt, omdat het iets malser is. Oh ja. En dat vind ik zelf iets lekkerder. Dus die heb ik eerst gepocheerd. En vervolgens heb ik hem helemaal in kleine stukjes gehakt. En dan ga ik hem nu marineren. Oké, nou, ben benieuwd. En wat gaat daar allemaal in? Of je gaat het nu... Wat daarin gaat... is dus Chinese vijf kruidenpoeder. Ja. Lekker. Daar moet je niet te veel van doen, want er is best wel een sterke smaak. Ja. Er zit onder andere kaneel in, dat brengt dat zoet een beetje naar boven. Er zit peper in. En er zitten nog een paar andere kruiden in. Maar bij elke vijf kruidenpoeder is het anders. Dus ja, dat wordt op verschillende manieren gemaakt eigenlijk. Oké. Welkom trouwens alle kijkers, het worden er steeds meer. We gaan vandaag Vietnamese lumpia's maken, of tenminste Sabine gaat die maken. Ja, en ik was eigenlijk zelf altijd wel een beetje verbaasd toen zij dus Vietnamese lumpia's maakt zonder groenten. Mm-hmm. Maar volgens mij worden in Vietnam alleen maar lumpia's gemaakt zonder groenten, want toen ik in Ho Chi Minh was... heb ik dus ook alleen maar vleeslumpia's gegeten. Maar er worden wel veel groenten naast gegeten. Oké. Okay. Wat ben je nu aan het doen? Want wat heb je daar? Nou ja, wat ik nu doe, dat heb ik dus van Loesje geleerd. dit is het ontvellen als het ware van de gember. Ja. En Loesje vertelde mij ook dat er vlak onder de schil zit eigenlijk de meeste smaak van de gember. Dus die probeer ik nu naar boven te krijgen, want dan ga ik hem door het mengsel heen raspen. Oké, die ga je door de kip doen? Ja. Oké, kijk, dat is wel weer leuk om te weten. En ondertussen heb ik het vet alvast, laat ik het warm worden. Kijk, daar is niet zoveel aan te zien natuurlijk, maar nee. Hier staat olie in een pannetje. Je kan het gewoon op het vuur doen, je hoeft niet per se een frituurpan te hebben, maar het kan wel toch in de frituurpan? Ja, precies, zeker. En dan zou ik hem op ongeveer 180, 190 graden zetten. Gaat hij 4 minuutjes in. Ja, precies. De kip is natuurlijk al gaar. Ja. Dus, dus het gaat echt alleen maar om dat het velletje nog krokant wordt. Ja, precies. En is het nou moeilijk om zo'n velletje netjes op te rollen, dat ook de vulling erin blijft als je gaat frituren? Nee, ik vind het helemaal niet moeilijk. Ik ga jullie zo meteen laten zien. Dus eigenlijk gewoon een standaard manier voor hoe je dat doet. Ja, want ik kan me voorstellen dat als je thuis denkt, dat doe ik eventjes en je fout het verkeerd om, dan ligt alle vulling door de pan en heb je krokante
velletjes. Ja, lumpia velletjes. Ik dacht dus eigenlijk zelf dat lumpia's maken heel erg lastig was. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat denken. Dat je dat niet zomaar eventjes doet. Ja. Maar ja, eigenlijk heb ik ervaren dat het gewoon echt super makkelijk te maken is. Ja. En echt super lekker. En nu rasp je een beetje knoflook en gember. En dat gaat dan door de kip heen? Ja, precies. Okay. Door het mengsel. Ja. En dat gaat dan straks in die lumpia velletjes. Ja. Oh, lekker zeg. Echt heel leuk. En die lumpia vellen, kan je die gewoon in de supermarkt kopen? Of? Ja, je kan weer gewoon alles wat hier staat, kan je in de supermarkt kopen. Oké. Okay. Dus het is helemaal niet lastig. Je hebt eigenlijk best wel een exotisch gerecht dan op tafel met ingrediënten uit de supermarkt weer. Ja, leuk. Heel leuk. Dus, Oké, nou dat ziet er goed uit. Ja. Perfect. Een klein beetje sojasaus erin. Lekker voor de smaak. Wordt het ietsje zouter. En kunnen ze straks dan al onze 113 kijkers ondertussen trouwens. Welkom, leuk. Goedemorgen allemaal. We zijn Vietnamese lumpia's aan het maken. Kunnen ze straks het recept vinden weer gewoon in de link? Jazeker, ja. Ik ga hem weer online zetten. Leuk. Kijk, en dat bouillonnetje dus, wat ik hier heb opstaan. Ja. Dat wordt... het ruikt echt super lekker. Dat wordt gebruikt dus als een soort saus. Okay. Want je denkt bij lumpia's vaak aan, chilisaus. Ja, chilisaus is wel heel... Is dat dan heel Hollands of zo dat we dat erbij doen? Ja, dat is volgens mij best wel Hollands. In Thailand wordt wel veel chilisaus gegeten. Okay. Maar in Vietnam heb ik dat eigenlijk niet echt gezien. Okay. Dus, en die, de velletjes die haal je dus heel rustig los. Ik zal eventjes een glaasje met water pakken, want is dat voor het plakken? Een glaasje water kan je daarmee lijmen? Okay, ja, dus deze lumpia vellen die kun je gewoon in de supermarkt kopen. Die liggen in de vriezer volgens mij, hè, Sabine? Ja, zeker. Deze liggen in de vriezer. En Sabine heeft lekker kipje gemarineerd met 5 kruiden. 5 spice, zeg maar. Chinese 5 spice. En een beetje soja. En er zit nog knoflook en gember doorheen. En zij gaat nu laten zien hoe je lumpiaatjes moet rollen. Nou ja, ik leg ze altijd zo neer. Ja. En dat herken je denk ik ook wel van hoe een Vietnamese lumpia er meestal uitziet. Dat het zo is gevouwen ook. Ja. En dan leg ik helemaal aan het begin van de lumpia. Leg ik de vulling neer. Ja. En je kan dus eigenlijk zelf bepalen ook hoe groot je lumpia wordt. Ja, want je hebt hele dunne en hele dikke. Het zijn allemaal wel verschillende formaten. Maar dat mag je zelf weten dus. En dan vouw ik hem dus al zo. En dat hoeft eigenlijk niet eens heel erg netjes. Oké. En dan kan je zo dus, kan je hem naar binnen vouwen. Dan vouw ik hem ongeveer tot de helft op. Ja. En dan vouw ik de binnenkanten zo. Het is eigenlijk een soort envelopje wordt het. Ja, precies. Kan je het goed zien? Ja, volgens mij kan het goed zien. Krijg je nog een waardevolle tip ook van Aisha, die zegt gebruik een vochtige doek, dan drogen de lumpia vellen niet uit. Dat klopt inderdaad, die kun je dan op je lumpia vellen leggen en dan blijven ze mooi vochtig, zeg maar, zodat je goed kan rollen. Maar we gaan nu zo snel te werk, want Sabine kan echt snoeihard lumpia's rollen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar inderdaad, Aisha, dankjewel voor je tip. Ja, dankjewel. Zijn er nog kijkers met vragen? We zijn wel ondertussen 180 kijkers namelijk. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of iemand nog vragen heeft. Hallo, welkom allemaal. We zijn dus lumpia's aan het maken. Vietnamese lumpia's. En Sabine die heeft dat geleerd van een Vietnamese vriendin. En heel opvallend inderdaad dat er geen groenten in gaan in deze Vietnamese lumpia's. En dat we ze niet met chilisaus gaan serveren. Ja, je kan natuurlijk ervoor kiezen om er wel wat groenten bij te doen. Mm-hmm. En het is misschien wel leuk om daar mee te experimenteren. Ik denk dat zo ook de Nederlandse lumpia als het ware tot stand is gekomen. Ja, precies. Ik zet even dit schaaltje aan de kant, dan kunnen we zo wat beter kijken hoe je ook zeg maar dat laagje maakt met die water. Ja. Want dat water dat werkt dan zeg maar als een soort plaksel. Ja, als lijm eigenlijk. Nou, hier krijgen we eerst een vraag van Mike. Welkom Mike, goedemorgen. Met welke saus dan? Dus kun jij vertellen wat je erbij gaat serveren? Ja, ik heb hier een bouillonnetje op het vuur staan. Ik maak heel even deze af. Dan lopen we er even heen van Mike. Ja. Oh ja, hier zie je een beetje water zo.
Dat wilde ik even laten zien. En dan plakt eigenlijk gewoon dat lumpia velletje mooi aan elkaar. Ja. Nou, perfect. Dus ik heb hier een soort bouillonnetje op staan. Ja. En daar heb ik een knoflookteentje in gedaan. En een beetje gember. Ja. En een beetje sojasaus en vissaus. En een deel van het kookvocht van de kip. Dus nou ja, het kookvocht, dat is dus van het pocheren. Ja. Dus dat, ja, dat laat je eigenlijk op klein vuur gewoon eventjes een beetje staan. Lekker bubbelen. Als een soort bouillonnetje. Oké. Okay. En dat wordt dus de saus. En Jolanda die vraagt, kunnen er ook groenten doorheen? En welke groenten zouden er dan kunnen zijn? Ja, zeker. Er kunnen groenten doorheen. En daar kan je echt eindeloos mee doorvariëren. Nou ja, je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de bosui er al doorheen te doen. Met champignons bijvoorbeeld. Ja, of taugee, heb ik ook wel eens gezien. En heel dun gesneden worteltjes bijvoorbeeld kan je erin doen. Of gesneden peultjes en zo. Hè? Dus je kunt echt wel alle kanten op. Ja. Hey, en ga je ze nu ongeveer in de frituur doen? Want we zijn wel heel benieuwd hoe dat er zo meteen uitziet natuurlijk. Zeker. Even kijken of de frituur een beetje heet is. Volgens mij wel. Ik ruik lekker warme olie. En want dit recept, Sabine, ik zie hier dat je nog een hele berg velletjes hebt en ook nog kip. Maar voor hoeveel personen zou je ongeveer nu zo'n hapje kunnen maken? Nou ja, ik denk wel voor 4 personen. En dat je het dan ook als een soort van hoofdgerecht kan serveren. En dan, wat zou je er dan bij doen? Nou ja, ik zou er dus een salade bij maken. Of zoals ze dat in Vietnam doen met glasnoedels erbij. Ja. En dan kan je dus ook een beetje met dat bouillonnetje erbij... Ja, precies. Oh, dit klinkt goed. Kijk, leg ik eens neer. Dit klinkt heel goed. Ja, pas op, hè, dames en heren. Vet is heet. Voorzichtig. Ja. Voorzichtig voor de spettertjes eventueel. Ja, het valt eigenlijk wel mee, hè? Want het is natuurlijk helemaal dicht, dus het spettert ook niet echt. Oké. Okay. Hey, en hoe lang moet het dan, Sabine? Want in principe is die kip toch gewoon al gaar. Ja, precies. Dus je doet ze ongeveer 4 minuutjes. Ja. Maar inderdaad, de kip is al gaar, dus dat is vrij veilig. Ja. En dan, je kan gewoon zelf eventjes, ik kijk meestal eventjes of de, kijk als de lumpia wat donkerder wordt. Nou ja, deze gaan al best wel hard. Ja. Dus in principe kunnen ze er zo al wel uit. Oké, dan krijgen we hier nog een vraag van Chandra, die zegt, als je klaar bent met frituren, wat doe je dan met de olie? Bewaar je dat of gooi je dat weg? Nou, je kunt het natuurlijk gewoon bewaren. Ja, zeker. Je kan het bewaren. En als je het dan uiteindelijk weg wilt gooien, dan is het wel verstandig om het in iets afgedekt weg te gooien. Ja, mijn tip van Jip is altijd bewaar de fles waar het uitkomt. Laat het helemaal afkoelen en dan giet je het terug in de fles. En dan kun je of terugzetten in je keukenkastje of wegdoen. Ja. En Jolanda vraagt nog, ziet er heerlijk uit, dankjewel. Welke olie en wat voor olie is het beste? Olijfolie zou ik zeker niet gebruiken, want die kan niet zo heel goed tegen verhitting. Maar ik heb nu gewoon zonnebloemolie gebruikt. Natuurvet, zoals je dat in de supermarkt koopt, gebruiken. Ja. Ja, zeker. Even kijken hoor. En Mike die vraagt... Ze zwemmen dus niet in de olie. Nee. Dan wordt de bovenkant toch niet goed gaar? Nou, Mike, we hebben ze net omgedraaid. Dat is zeg maar het idee. En je kunt inderdaad ook wat meer olie gebruiken als je ze helemaal... wil onderdompelen. Maar dit gaat prima. Volgens mij ziet het er heerlijk uit ook hoor. Ja, zeker. En Samantha vraagt nog, kan het ook met vlees, denk ik dat ze vraagt. Ik heb het nu met vlees gedaan. Ja, het is nu met kip. Kijk, hier met kip. Juist eigenlijk niet met groenten. Dus de echte Vietnamese manier is het zonder groenten. Precies. En je kan, je zou het ook nog kunnen doen met varkensvlees. Want dat heb ik in Vietnam ook wel gegeten. Ja. Maar ja, ik heb deze manier van mijn vriendin dus in Thailand geleerd. En ik vind dit echt super lekker. Samantha vroeg met vis. Of het ook met vis kan. Oh, sorry, vis. Samantha. Ja, zeker. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd, maar ik zal het zeker een keer proberen. Ja, met garnaaltjes of zo misschien wel. Yeah. Dat is ook lekker. Ja, lekker. Hey, en wat ga je nu doen? Want ik zie hier ineens iets groens verschijnen. Toch wel groenten. Ja, ik snij eventjes de bosuitjes. Ja. En dan doe ik er een paar in de bouillon. Oh ja, in de tussenhaakjes bouillon van Celine. En Ria, trouwens, even tussendoor. Hoi, goedemorgen Ria. Het recept komt zo meteen in een linkje onder de video. Ja. En dan kun je op Sabine's Smulwebpagina kun je dan het recept vandaan halen.
Zo, dan ga ik even een bordje pakken waar ik de lumpia's op kan leggen. Ja. Nou, echt fantastisch. Mooi zijn ze, zeg. Dat is echt fantastisch leuk. Lekker lijkt me ook. En inderdaad, een volledige maaltijd zou je dan kunnen maken door het aan te vullen met wat noedels of salade. Maar zo als hapje kunnen ze toch ook gewoon? Ja, zeker. Ik vind het zelf super leuk om het als hapje te serveren. Ja. Maar ook als je een keer een feestje hebt en bijvoorbeeld als je een themafeestje hebt met Aziatisch eten of zo, dan kan je ze ook van tevoren maken. En nee, je hoeft ze dus alleen maar eventjes in de frituur te doen. Ja, precies. En dus dan, je kan het van tevoren al allemaal rollen. Ja. En dan achter elkaar bakken. Oh, leuk. Ja, te gek. Oh, het ziet er echt mooi uit, zeg. Heerlijk. Ja, je ruikt ook helemaal trek. Die ruik je net? Ja, heerlijk. Die vijf kruidenpoeder. Ja, fantastisch. Glasnoedels kunnen er toch ook in, zegt Jessica. Ja, zeker. En dat wordt dus ook in Nederland zo gedaan. Maar ik doe het nu op z'n Vietnamees en daar wordt het eigenlijk niet gedaan. Oké. Leuk hoor. Oh, Samantha vraagt nog, kan het met tonijn? Nou, Samantha, natuurlijk. Ja, ik zal het zeker uitproberen. En als je het hebt gedaan, laat ons weten wat het resultaat is. Ja, zeker. Kijk, hier gaat een bouillonnetje erin. Ja, ik schep dat bouillonnetje dus in een soort sausbakje. Ja. Oh, en ik krijg nog een vraag van Leonie. En die vraagt, kun je ze ook later opwarmen als ze al gefrituurd zijn? In de oven bijvoorbeeld. Nou, ik doe het zelf nooit, want het is wel het lekkerste om ze gewoon meteen op te eten. Ja, hè? Dus ja, ik weet eigenlijk ook niet of het echt lekker is, maar je kunt het natuurlijk proberen. Ja, ik denk misschien dat krokantje er dan wel een beetje afgaat, hè? Dus het is lekkerst als ze zo uit de frituur komen. Ja, precies. Nou, en als je ze dan zo opdient, dan kan je er nog het een en ander overheen strooien. Leuk hoor, het ziet echt super uit. Sesamzout. Oh, daar vliegt de sesam door de keuken. Ja, oh, lekker Sabine. Kijken of ze al een beetje... Ja, ik ben nog best wel heet. Ik denk dat het heet is, ja. Ja. Misschien een stukje afsnijden of zo, dat zou nog kunnen. Ja. Nou, Caroline vraagt waar ze het recept kan vinden. Caroline, welkom. Zometeen als het live is afgelopen, dan zetten we een linkje onder het filmpje. En dan kun je daar het recept vinden. Zeker. En Margreet die vraagt nog, zie je knoflook in de bouillon? Vraagteken. Ja, nou ja, dat doen ze in Azië dus veel. Dan gooien ze eigenlijk gewoon een hele bol knoflook ook wel in de bouillon. Maar het is niet echt een bouillon, want hij wordt niet echt getrokken van alleen maar groenten. Ja. Zoals wij dat kennen. Maar ik heb het een bouillon genoemd omdat ik de Aziatische benaming niet echt ken. En, ja, precies. Om het gemakkelijk heel goed. Nou, perfect. Dus, ik denk dat het tijd is om te proeven, of niet, Sabine? Ja. Heel lekker. Nou, dan gaat het een beetje daarin. Je doopt hem dus een beetje erin. Ja, en dan? Oh. Oh jee. Lekker zeker. Ja. Ja. Perfect. Hartstikke goed. Ja, heel lekker. Nou, mooi. Dankjewel allemaal voor het kijken. Ja, bedankt. We gaan het recept zo meteen onder het filmpje zetten. En morgenochtend om 10 uur dan zijn we er weer. Dan gaat jullie beeldige cameravrouw weer koken. En dat is nog een verrassing, maar dat kunnen we vanmiddag misschien wel eventjes bekendmaken. Ja. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel. We zien jullie morgen. Doeg!